Nu de winterkou is aangebroken, stijgt ook de schaatskoorts. Maar is het wel koud genoeg? Winterswijk staat in ieder geval al in de startblokken. Onze verslaggever Josephine staat daar vanochtend om te kijken of de schaats al uit het vet kunnen. Goedemorgen, Josephine. Nou, de schaatsen kunnen nog niet uit het vet, maar ja, de baan ligt er wel mooi bij. We kwamen hier aan. Toen had het gedooid vannacht, dus dat was niet heel goed nieuws. Maar het is nu -2 hier, dus dat stemt toch wel optimistisch. Toch, Auke Spijkstra? Ja, ietsje optimistischer. Ietsje optimistischer. Maar het is wel heel, heel erg jammer. Het is heel erg jammer, want jullie hebben heel wat voorbereidingen getroffen, toch? Kunt u me meenemen? Enthousiast. Dit opbouwen hier, die boarding, ook gewoon spontaan 25 mensen die zich aanmelden. En allemaal enthousiast waren. Telefoons en apps en iedereen wens je succes. Zelfs de wethouder schrijft nog een briefje. Fantastisch. Ja, wat zegt dat over de schaatskoorts die in Nederland leeft? Ja, als het dan maar één nacht beginnen ze al over de Elfstedentocht. En je moet maar eens kijken hoeveel mensen of nu gehoopt hadden dat er schaats kon worden. En nog steeds. Het is, ja, ik weet niet, dat hoort bij Winterswijk. En dat hoort ook bij Nederland heb ik het idee. Als je kijkt naar de pers, zoveel persmensen die hier geweest zijn. Die heel vroeg uit de veren moesten en dan 's morgens hier komen. En er is geen ijs bijna. Ja, maar we houden toch de moed erin dat het ijs er gaat komen, of niet? Zeker, je moet optimistisch blijven. En we hebben nog steeds de hoop dat het gaat gebeuren. Alleen moeder natuur, die bepaalt. Nou, u hoort het, moeder natuur die bepaalt. Dus laten we hopen dat we weer gewoon mee zitten de komende nachten. Ja, dankjewel Josephine. Ja, wat denk je ervan, Annette? Ja, ik vind die verbroedering en gewoon dat die meneer ook zegt van 25 mensen meteen geholpen met de boarding. Ja, dat is wel echt fantastisch om te horen. Iedereen staat gewoon alweer te trappelen om het natuurreis op te gaan. Maar het is ook wel, aankomend weekend zou er geen marathonwedstrijd zijn voor de marathonrijders. En ja, die zitten allemaal in het buitenland. Dus de grote ploegen, Jumbo-Visma, die is wel gisteren teruggevlogen toen ze hoorden van de temperaturen gaan dalen. Dus mocht er een marathon komen, wij zijn er klaar voor. Wow. Dus het is ook wel echt mooi om te zien hoe dat toch altijd bij hun leeft. En ze staan altijd paraat. Als de temperaturen dalen, dan staan ze gewoon klaar. Maar ze zaten dus op Tenerife. Ze vliegen speciaal terug naar Nederland, want er komt natuurijs. Ja. Wat is daar dan zo bijzonder aan? Ja, als de natuurijsmarathon georganiseerd wordt, dan wil je daar gewoon aan de start staan. En zij zaten op Gran Canaria, zijn gisteren naar huis gevlogen. Ik moet even spieken, de Zaanlanders zitten op Tenerife. Die schijnen daar wel te blijven. Oh wel. Maar er zitten bijvoorbeeld ook bij de Wereldbeker. Die is dit weekend in Noorwegen voor de lange baanschaatsers. Ja. Maar daar zitten ook een aantal marathonners. Bijvoorbeeld, of die ook de marathon rijden, moet ik eigenlijk zeggen. Waaronder bijvoorbeeld Irene Schouten. En ik denk dat zij het misschien wel denkt van, nou, ik vind het wel prima dat die marathon uitgesteld wordt. Want voor haar is de Wereldbeker wel echt heel belangrijk. Dus zij kiest zeker voor de Wereldbeker en komt niet naar huis voor de marathon. Ja. Maar ja, als zij zou kunnen, zou ze hem ook wel heel graag willen rijden. En Jorrit Bergsma? Jorrit Bergsma, ja. Die zit ook voor de 10 kilometer in Noorwegen. Maar ook bijvoorbeeld Esther Kiel. Dat is echt een marathon. Zij rijdt eigenlijk de lange baanwedstrijden vanuit de marathon. Maar zij zit ook voor de Wereldbeker in Noorwegen. Dus ik denk dat er een aantal blij zijn dat het met dit bericht. Dus dat het het ijs nog niet dik genoeg is. Maar ja, er staan er ook wel een heleboel wel te popelen om gewoon te kunnen schaatsen. Ja, nog net niet, hè? Wat denk jij? Wanneer kan het wel? Ik begreep dus dat Winterswijk, de ijsbaan, dat ze echt een eigen techniek hebben om dus wel heel snel 3 centimeter ijs te kunnen maken eigenlijk. Want dat is echt wat je nodig hebt, hè? Ja, minimaal wel 3 centimeter. Ze hebben iets met isolatie en dat het dus ervoor zorgt dat het wel sneller aangroeit dan ergens anders bij andere ijsbanen. Maar goed, je hebt gewoon koude temperaturen nodig. Maar het feit dat het nu wel al zo koud is eigenlijk al gewoon heel goed nieuws. Want de grondtemperatuur en ook de temperatuur van het water, dat koelt nu al mooi.
Dus als we straks nog gewoon wat meer kou krijgen, dan kunnen we des te sneller schaatsen. De echte kou, of de, eigenlijk de warmte is er nu uit, de kou komt erin. Dus laten we dat wel vasthouden. En als het dan straks echt gaat vriezen, dan kunnen we helemaal losgaan. Jij volgt het echt helemaal op de voet, hè? Hoe het weer zich gaat ontwikkelen. Ja, ik ben altijd wel eventjes bezig met de weer-apps. We hebben ook echt een ijsbaan bij ons in de wei. Het is gewoon opgespoten weiland. En dus ik rijd er altijd wel langs en dan denk ik, oké, ligt al een laag, die kunnen we al bijna. Maar ja, bij ons in het Westen duurt het wel iets langer helaas. Ja, met politiek commentator van het AD.